Binnenvaartschippers die Nijmegen aandoen, kunnen voortaan gebruik maken van een mobiele walstroomgenerator op biogas. Schepen gebruiken walstroom voor hun elektriciteitsbehoeften in plaats van de eigen dieselgenerator. Mijn naam is Leen Schipper. Mobiele stroom BV, zoals op de container staat, is van mij. We hebben dat opgericht in de gedachte dat je mobiele walstroom zou moeten kunnen leveren aan binnenvaartschepen. En daar zou in mijn optiek ook een vraag naar moeten zijn. Dus dat hebben we geïnitieerd 2 jaar geleden. En vanuit dat demo-model is deze container naar voren gekomen. De basis is dat de binnenvaartschipper die hier aankomt meren, die meldt zich bij walstroom.nl. Die toetst het stroommeter in, zoals ook op de sticker gemeld staat. En dan zegt hij, nou, ik wil graag stroom. Dan start de turbine, de unit start op. En dan kan hij stroom voor op zijn binnenvaartschip krijgen, afnemen. De brandstof die we gebruiken voor de generatoren, voor de mobiele walstroom, is gas. En zelfs in deze container zit biogas. En daarmee lever je dus eigenlijk groene stroom, mobiel. En dat is wel apart, dat doet niet iedereen. Je moet het zo zien dat binnenvaartschepen zijn tegenwoordig meer en meer gewend om in het weekend of als ze 's nachts stil liggen een kabel uit te rollen en dan stroom vanuit een walaansluiting te krijgen. Zoals je op de camping eigenlijk ook stroom voor in de tent of de caravan vanuit zo'n paaltje naast je plaatsje krijgt. Met deze unit. Deze unit staat hier in ieder geval tot het eind van het jaar. Niet op deze locatie, maar in Nijmegen. En de verwachting is dat we ook volgend jaar in deze regio blijven met deze unit.